Hallo? Ja, waar ben je? We hadden afgesproken. Ik ben hier. Waar ben je? Je bent... Wacht, het geluid komt van hier. Hallo, Robin? Waar ja. Hoe kom je aan de trampoline? Hé. Hey. Waarom ben je zo klein? Ik heb zoveel vragen. Hoe kom je aan de trampoline? Waarom ben je zo klein? Ik heb moeie benen. Je hebt moeie benen? Ja, dat snap ik, man. Ik was zo lang op je aan het wachten al. Waarom ben je zo klein? Hoe kan dat? Ik weet je wel, ik zou je zo mijn zak kunnen stoppen en meenemen. Nee. Hoe kom je aan de trampoline in mijn troonzaal hier? Ja, die heb ik aangevraagd. Aangevraagd? Maar mag ik ook even springen, of? Ja, maar dan ga ik er wel af. Ja, anders bouwt jij ze proog natuurlijk. Wauw, een trampoline in de troonzaal, jongens. Ik heb nooit gedacht dat ik in mijn Content Vein Survival troonzaal op een trampoline zou staan. Maar dat is niet belangrijk. Robin, wij hadden afgesproken om vandaag verstoppertje te spelen. En jij brengt de trampoline mee. Ja, dat klopt inderdaad, Waarom ben je zo klein? Dat is makkelijker voor mij. Zodat jij je kan verstoppen? Weet je, kunnen we die trampoline niet even weghalen? Oh, dat duurt lang. Ben je hem nou het hakken? Moment hoor. Het ziet er zo stom uit. Het gaat op zich wel. Zo, nou, weet je, we halen zo meteen de trampoline weg. Ga jij je maar even verstoppen dan? Weet je, ga jij je verstoppen, ik haal de trampoline weg. Dan krijg je zo lang mogelijk de tijd. Als jij een plekje hebt gevonden, waar ben je? Je gaat niet onder de trampoline verstoppen, toch? Natuurlijk niet, dat is een bom. Als jij een plekje vindt, Robin, dan ga ik de trampoline weghalen en dan ga ik je daarna zoeken, oké? Oké. Doei, doei, doei. Nou jongens, terwijl Robin een plekje aan het zoeken is, daar. Kijk, daar staat hij. Gaan wij even die stomme stinktrampoline weghalen. Oké, dames en heren, we zijn er weer. Verstoppertje. We zijn weer klein. Dag Max, doei. We gaan verstoppen. En er is aardig wat veranderd hier in het kasteel. De vorige keer dat we hier waren namelijk, was het nog allemaal oud en weet ik veel oud en versleten. We kunnen kijken of we hier misschien wel in kunnen. Ik heb eigenlijk verder nog helemaal niet gekeken waar leuke verstopplekjes zijn. Moeten we even kijken of we hier wel komen. Nee, daar kom je. Dat vind ik wel heel moeilijk. Ah, nee, daar kun je niet achter. Oké. Oh, wacht, dan doe ik het gewoon dicht. Want dan lijkt het alsof ik hier misschien achter zit. Zo. Ja, oké. Okay. Doe ik gewoon al die dingen dicht, want dan lijkt het alsof ik hier achter zit. Hé, wat is dit? Vind je mij te vroeg? Ik kom later voor de boeg. Kom van pas nadat de kat je geweten heeft. Laat mij nu maar alleen tot de hint verschijnen. Wat is dit nou weer? Oké. Ja, ben ik het mee eens. We kunnen ook hier het kampvuur gaan zitten. Is dat niet leuk? Au. Nee, dat is niet leuk. En hij is weg. Hoppakee, dan gaan we nu op de troon zitten en wachten tot Robin een leuk plekje heeft. Hier in het kampvuur dan. Au. Nee. Kan dus ook niet. Overal die trapdoors gewoon dicht doen. Oh, abonneer op Rick Force. Dat meen je niet. Even denken. Waar gaan wij verstoppen? Ik weet dat we vorige keer volgens mij hier ergens hebben verstopt. Het was hierachter. Ja, het was hier. Maar daar gaan we dus nu niet weer. We hebben hier ook een keer in verstopt. Even kijken. Wacht eens. Ik weet, uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat je nu ook naar boven kan. Maar dan moet ik wel langs Max, denk ik. Ja, hij ziet mij. Ik ga gewoon heel casual langs lopen. Zo. Misschien heeft hij mij nu wel gezien. Maar dan gaan we dus gewoon weer, zometeen, de andere kant op. Daar is volgens mij de logeerkamer van Fred. Misschien is het wel leuk om daarin te gaan, maar dat hoort hij, denk ik. Fred heeft een... Ja, nee, hier gaan we niet naartoe. Oké, mensen, we zijn toch weer bij het oude gedeelte. Want ik wil naar de slaapkamer, de grote slaapkamer. Daar wil ik naartoe. En ik denk dat dat hier is. Dat is hier. Ja, dat is hier. Oké, dan gaan we hier ergens verstoppen. Even kijken. Daar gaan we. Heeft Max hier de vorige keer niet verstopt? Volgens mij wel. Maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. Ik ga hier verstoppen. Robin, jij hebt een plekje gevonden. Ja, dat heb ik zeker. Oké, dan ga ik zoeken. Op welke verdieping zit je? Of ga je dat niet zeggen? Ga ik niet zeggen. Nou, klein beetje. Misschien gewoon dat je het een klein beetje zegt. Nee, ook geen klein beetje, Max. Nee, moet ik dan serieus de hele kasteel rond gaan zoeken naar jou? Ja, die tip komt misschien later wel, weet je wel. Weet je hoe klein je bent? Je kan overal zitten. Ja, maar dit is hetzelfde dat ik jou een examen geef en je daarnaast het antwoordenbriefje geef. Ja, nou, dat verwacht ik op zijn minst wel een beetje. Ja, nou ja, ik dus niet. Dat gaan we dus ook niet doen. Nee, je kon me maar gewoon lekker zoeken. Jij kan dat, het is jouw kasteel. Dat ben ik aan het doen. Ik ben aan het zoeken. Ik heb het kasteel zelf gebouwd, maar het is gewoon zo groot. Ja. Weet je op hoeveel plekken je kan zitten? Nee. Ja, veel. Oh, dat is wel even jammer dan. Heb je hem al gezien? Ben ik al in de buurt geweest? Nee, zeker niet. Ben ik al niet eens in de buurt geweest? Ik heb geen idee waar je bent. Zie je mijn nametag niet? Jawel. Maar ben ik in de buurt? Nou, weet je niet. Nee, nou, dat klinkt als iets aan dat ik op zich wel in de buurt ben. Een antwoord als dat. Nee. Zit jij hier achter een lectern, jongeman? Ja. Je echt? Dat is makkelijk. Ik heb je trouwens een stok meegenomen. Daarmee kan ik je slaan als ik je heb gevonden. Dat is niet de bedoeling, maar goed. Jawel. Een slaastok. Ik ben tijdens het verstoppen wel een paar keer langs je gelopen. Heb je dat gezien? Echt? Ja. Ben je langs mij gelopen?
Ja. Nee, ik zat op mijn mobiel toen ik aan het wachten was op jou. Oh, ja, nee, ik moest natuurlijk namelijk eventjes wat verschillende plekjes uitzoeken. Mm-hmm. En, maar toen was ik al langs, toen keek je recht in je ogen aan. En je hebt nogal indringende ogen, moet ik zeggen. Ja, dat geloof ik. Dat geloof ik oprecht wel. Maar waar ben je dan? Dan het is zo groot. Het is zo groot. Ik heb je nog niet gezien. Je hebt me nog niet gezien? Nee. Dat beloof je? Dat beloof ik. Met alles wat je hebt? Met alles wat ik heb. Echt alles? Echt alles. Welke verdieping zit je? Welke verdieping zit je? Nee, welke verdieping zit je? even denken hoor, waar zit ik ook alweer? Geen idee. Jawel, je weet wel welke verdieping je zit. Hoog. Je zit niet op de begaande grond? Nee. Oh. Kan wel, maar ja, ja. Kan wel? Hoezo kan wel? Nou ja, als je alleen maar hier leeft, dan is dit jouw begaande grond. Hè? Als je alleen maar hier leeft? Ja. Wacht, we mochten alleen in het kasteel of ook in het hofje erbuiten en zo. In dat tuintje? Ja, daar de voorkant. Daar mag je ook. Daar mag je ook? Ja, tuurlijk. Ook in de toren ervoor? Toren ervoor. Welke? Hier, deze toren waar ik nu in loop. Waar jij zit. Waar jij verstopt zit. Nee. Ja, jawel, dan mag je ook, ja. Maar zit jij nou? Dat bespaart de tijd. Misschien wel, ja. Ik weet het toch niet. Je zou hier kunnen zitten. Weet je hoe groot het is om elkaar hier te vinden? Je bent stil. Ik vind je verdacht stil. Alsof je hier zou zitten. Alsof jij hier verstopt zit. Ben ik in de buurt geweest? Ben ik in de buurt geweest? Hey, hallo! Ik zag je, kom eens terug. Hallo! Je ziet mij? Ja, zeker. Jij ziet mij nu? Ja, zeker. Dan mag je helemaal niet komen. Dat vroeg ik aan je! Nee, maar jij ziet mij nu 100%. Ja. Nog steeds? Ja, zeker. Nu ook? Ja. Hè? Dan kan ik jou ook zien. Oh nee, in die tuin bedoel je. Nee, daar mag je niet zijn. Maar jij ziet mij nu. Wat zie je van voortuin, me? Je hoofd en een puntje van een stok. Hoofd en puntje van een stok. Hoe kan ik jou dan niet zien? Hè? Ik ga één keer springen. Spring nog eens. Ik heb van net gesprongen. Ja, maar ik zie je niet. Nog een keer. Hallo, 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 hallo. Ben je nog een keer aan het springen? Ja, een paar keer. Wat? Maar hoe dan? Spring nog één keertje. Okay. Het is echt onmogelijk om je te zien. Oké, wacht. Zie je me nu nog steeds? Nu? Ja. Wat zie je nu? Ja, half je hoofd. Vanaf je mond. Vanaf je mond. Ik weet waar je zit! Ik moet je één keer slaan, dan heb ik je. Ik weet waar je zit. Oh, de deur is net dicht. Wacht. Ah. Ja, maar nu heb je zoveel tijd om weg te rennen. Je zat in mijn slaapkamer. Nu snap ik je met begaande grond. Als je hier alleen maar leeft. Oh mijn god, jij zat in mijn slaapkamer. Oh, ik ben weer weg. Dat geloof ik niet. Het is een mind trick. Je bent er nog steeds. Shit. Dat geloof ik niet. Oké. Als je de camera uitgaat, ben je stom. Dan ben ik maar stom. Of je bent nu nog een dubbele mind trick aan het doen. Dat kan ook natuurlijk. Dat je een drievoudige mind trick aan het doen bent. Ik weet het. Dat je inmiddels wel weg bent. Dat zie ik je ook nog wel doen. Je bent weg, hè? Ja. Ik weet het niet, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Je kan overal zijn, je kan er nog zijn, maar het zou ook logisch zijn als je weg zou zijn. Wat zou jij doen in deze situatie, Max? Ik zou wegrennen. Ik zou heel lang weg zijn. Oké, ik ben weg. Zat je er nog? Misschien. Nee! Je bent helemaal niet weg. Ja, soort van. Ik sta op de hoede nog. Op mijn hoede. Ja, ik sta ook op de hoede. Plank. Ik ben weg, Max. Echt? Officieel? Geen leugens? Ja, officieel. Ik ben net langs je gelopen. Nee, echt? Ja. Nee, dat is grapje. Oké, welke verdieping zit je? Nog steeds wel hoog, moet ik zeggen. Nog steeds wel hoog? Dan gok ik dat je hier zit. Voor een of andere reden. Je kan me niet trouwens commanderen, hè, om te springen. Ik ben wel zelf al willen springen. Oké, zie je mijn nametag? Is het echt warm of koud? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet warm of koud? Nee, volgens mij niet. Daar zie je. Ja, ik zie je nametag, ja. Ben ik warm? Word ik nu warm? Ja. Oh, wacht, is het op zich wel hoog? Misschien zit je hier. Ben ik nu warm? Nee, dan voel ik weer een windje langskomen. Oh, nu ben ik koud. 100%. Ja. Oké. Nou ja, koud niet, maar. En nu? Hoe in deze ruimte? Nee, nou word je wel kouder. En hier? Ja, nee, nog steeds niet heel. Ja, nou word je wel wat warmer. Nu word ik warmer. Ja, nou word je wel wat warmer, ja. Ja. Nee, nou ben je best wel. Maar waar dan? Ik doe even. Waar ben je dan? Dit is best warm. Zou ik waar ben je dan? Spring. Daar ben je! hoe kom ik daar? Wacht. ik had je anders gewoon echt niet gezien. Oké, ik hou mijn oog op je. Ik hou mijn oog op je gericht. Je gaat me niet ontsnappen.
Je gaat het niet overkomen. Je bent naar beneden gesprongen. Je bent naar beneden gesprongen. Nou, hij is naar beneden gesprongen. Waar ben je nou? Waar ben je heen? Wat ben ik goed in het spel, zeg. Je bent niet weer helemaal weg, toch? Nee, niet helemaal. Wel een beetje. Je kan overal zijn met je stomme paars skin. Nou, jij hebt die skin voor mij gemaakt. Ja, dat beetje klopt. Meer respect, ja. Ondanks dat het hier koud moet zijn, word je nu wel warm. Oh, dus je bent hier buiten. Ja, ik heb je! Eindelijk heb ik je! Oh, wat irritant zijn dat wegrennen van je de hele tijd. Oh my days. Nou weet je, omdat ik zo goed was, ga ik me nu verstoppen en dan mag jij zoeken. Oké, maar dan ga ik wel klein en dan ben jij groot. Dat is goed. Oké, prima. Doei Robin! Doei! Doei, ik ben klein! Oké, jongens, het is nu aan mij om het te verstoppen. Waar we dat gaan doen, weet ik nog niet helemaal. Dat moet ik nog even uitvogelen. Ik denk dat misschien hier wel leuk is, in deze ruimte. Er is zoveel onzin hier natuurlijk. Kijk, als ik nou hierheen ga, dan zo. En dan hier naartoe parcours. En dan hierheen gaan. Misschien dat hij me hier niet vindt. Misschien is dit wel een leuk plekje. Kijk, hier, in dit hoekje. Maar we gaan nog heel even verder kijken. Ik wil niet zo snel al settelen op één plek. Wat we ook kunnen doen, jongens, is gewoon hier beneden... Dat we op zijn troon gaan zitten op het moment dat hij weg is, weet je. Dat ik dan gewoon in het midden van de troon ga zitten. En hoop dat hij het niet doorheeft. Laten we dat gewoon doen. Ik denk dat dat serieus wel een hele leuke is om te doen. Dat ik dan wacht tot hij helemaal weg is gelopen. Dat hij helemaal uit de ruimte is. En dan ga ik gewoon midden op de troon zitten. Dat gaan we doen. Dat gaan we 100% doen. Ja, ik heb een plek. Jij hebt een plek? Ik heb een plek. Ik had er namelijk al tijdens het zoeken eentje gevonden. Ben ik warm of koud? Hallo, dat gaan we nog niet gelijk mee beginnen. Je gaat net zoals ik me even wel. Leiden. Niet even normaal, man. Nee, je gaat me gewoon even een beetje leiden. Jij gaat zelf leiden. Ik ben in de buurt, hè? Misschien. Helemaal niet. Dat is nee, dat mijn eigen mindspelletje zit je... Ja, of dat is het mindspelletje van het mindspelletje. Dat is het helemaal niet. Je liegt en je... Je bedriegt en je liegt en je... En je jokt en je brokt. Precies, ja. Een jok en brok en een liegenpieger. En dat vind ik niet leuk. Even kijken, ja, we gaan jou maar eens even goed zoeken. En dat doen wij door onze speurneus te gebruiken. We zijn net een hond. En die hond, die kan altijd ook goed ruiken. Die weet precies waar die moet zijn en waar niet. Ja, ga jij maar eens even goed jongen zoeken met je speurneus. Ja, zeker. Oude speurhond. Oude speurhond. Even kijken. Ik zie je nametag niet, trouwens. Je ziet mijn nametag niet, oké. Okay. Nee. Nou, dat is mooi meegenomen dan. Want je kan daar ook over liegen. En ik denk dat jij dat aan het doen bent. Dat kan, inderdaad. Even kijken, hoor. Oh, ik zie je nametag wel, ja. Ja, sorry. ja. Nee, kijk, nou speel je een spelletje met mij, weet je. En daar ben ik niet zo van gediend. Dus ik weet dat je hier niet zit. Nee. We gaan door naar de volgende ruimte. Maar waar zit je dan? Dat is de vraag. Maar waar zit ik dan? Is en jij zegt vraag. Net dat jij een plekje hebt gevonden bij het zoeken. Ja. Was dat al vrij in het begin van het spel of al wat later? Ja, dat gaan we niet zeggen. Doe het niet zo flauw. Ja, ik ben heel flauw. En ik ben best trots op een plekje. Ja, maar dat hoeft niet. Je hoeft niet trots te zijn. Waarom niet? Nou, ik wil winnen. Ja, je zit hier ergens. Maar waar? Maar waar? Maar waar? Het is raar. Maar niet waar. Maar waar? Zie je mij? Nee. Oké. Okay. Even kijken hoor, want Neem ik wel, maar jou niet. Nee, precies. Dat lieg je. Want ik heb al denk ik al aardig wat plekjes heb ik ja, toch al gehad. Ja, dit is een van je ziet mij. Ik weet het zeker. Je ziet mij, hè? Hoezo? Ja, dat was die Ik heb je gezien. Je hebt me gezien. Ik heb je gezien. Oh ja. Ik word eigenlijk hier nu al heel erg gek van, moet ik zeggen. Ja? Ik wil eigenlijk al niet meer, want ik vind het niet meer leuk. En ook ik moet wel een stok in mijn hand. Ik moet zelfs zeggen, we hebben oogcontact gehad. Niet! Ja. Was je bang? Ja, ik dacht dat je me zag, gast. Ik dacht, je was gewoon aan het aankijken. En ik denk, je gaat nu zeggen, oh, daar ben je. Oh, we hadden letterlijk oogcontact. Nee! Ja, echt. Oh, maar nee, ze hadden echt heel lange oogcontact ook gewoon. Zit je wel nog op dezelfde plek? Oh, ja, ik ben blijven zitten. Ik ben gewoon niet weggerend. Ik dacht dat ik misschien, als ik lang genoeg stil gewoon zit. Dus hier? Nee. Waarom was je dan ineens weer zo stil? Ja, ik dacht, jij was ook stil. Maar jij zag mij hier nog ja, niet. Ja, jij zag mij. Ja, ik dacht dat jij mij ook zag. Hier zag jij mij niet. We hadden echt letterlijk één op één oogcontact. Als je een lijntje kon trekken van mijn ogen naar jouw ogen, zou dat gewoon echt elkaar aanraken. Nee joh, serieus ja? Ja. Nee joh.
Dat is Epic. Epicgames.nl zeggen we dan. Ja, dan is dat toch wel jammer. Want dan moet ik dus terug naar een plek waar ik denk dat ik jou heb gezien, maar niet heb gezien. Weet je wel? Ja, en dat is? En dat is lastig, want dat weet ik dus niet. Want hier zei je... Zie je me? Ja, zie mij. Zeker niet zelfs. Oh mijn god. Hoe dan? Hoe dan? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ha, nou heb ik je. Haha. Ik vind het echt bijzonder. Ik vind het echt bijzonder. We hebben wederom, niet nu, we hebben wederom oogcontact gehad. Nee, je lief. Ja, we hebben echt weer oogcontact gehad. Echt gewoon heftig weer. Nou heb ik je. Nou weet ik het zeker. Nou heb je me? Nu heb ik je. Nu heb je me. Ja, nou kan ik je zien. Ja? Je kan me zien, ja. Hé? Die zit hier ook op een randje gewoon. Ah! Shit, nee. Dat is wel handig dat je een... Dat weet je hoe vaak wij oogcontact hebben gehad dat je daar stond. En dat je gewoon rechtstreeks deze kant op keek. Dat we gewoon letterlijk oogcontact hebben gehad de hele tijd. Ja, toen ik zei van... Daar zei jij, Toen zag ik jou. Ja, toen keken we elkaar aan. Oh, maar heb je me echt niet gezien? Nee, ja, de tweede keer dat ik daar kwam, ja. En toen ik hier op ging staan, hier rechts, boven, toen zag ik je. En hier... Nee, niet toch? Jawel. Echt? Ja, daarom viel ik hier naar beneden. En toen deed ik gewoon zo. En dan... Dat was een tactiek. Ik dacht dat je me echt niet zag. Jawel, nee. De eerste keer dat ik daar die troonzaal in kwam, zag ik je nog niet. Maar de tweede keer zag ik je wel. De tweede keer zag je, maar toen hadden we ook weer oogcontact. Ik snapte het dan niet. Weet je, laten we nog één ronde doen. Maar nu zijn de zoekers allebei klein. Robin. Ja. We zijn nu allebei klein. Gewoon, ja. We zijn allebei twee kleine mannetjes. De wereld voelt nu echt heel groot, nu we allebei klein zijn. Ja. Jij ja. gaat weer verstoppen. Je mag alleen op de onderste verdieping nu. De bovenste verdieping is verboden. Begrepen? Mm-hmm. Verboden. Veel verboden. Succes. Dankjewel. Ik moet alleen nog even een stokje regelen, maar dat komt wel goed. Ga ik dat hier in mijn troon zitten. Succes, hè? Dankjewel, jij ook. Joejoe. Draaien om, heb ik gezegd tegen hem. Heel goed. En jongens, dit is gewoon een tactiek. Want nou denkt hij dat ik hier in de buurt ga zitten. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon zo ver mogelijk zitten van waar mogelijk is. En ik hou hem even in de gaten, kijken of hij niet hier naartoe kijkt nog. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Ook daarin gaan zitten. Even kijken of daar een leuk plekje is. Hij kijkt nog steeds niet. Nee, oké, daar kan ik niet naartoe. Is hier verder nog een leuk plekje? Ja, deze, maar deze is makkelijk. Nee, we gaan een andere kant op. Even kijken of hij nu wel kijkt. Nee, hij kijkt niet. Oké, dan gaan we gewoon zo ver mogelijk zitten. Alleen op de onderste verdieping. En even kijken, dan gaan we, denk ik, gewoon... ook gewoon hier gaan zitten. Ook het gewoon bij dat bordje van Rick. Nee, ga ik niet doen. Zo, jongens, ik heb een plekje gevonden. Ik heb hier in zijn keldertje heb ik een prachtig plekje gevonden. Daar ga ik gewoon zo staan. En dit is niet het beste plekje, maar wel een leuk plekje. Wacht eens. Ik kan ook wel hier gaan staan. Gewoon shiften. Even kijken. Misschien is dat nog wel... Nee, ook niet echt een leuk plekje eigenlijk. Ik heb een plekje achter het bed gevonden, jongens. Dit is mijn plekje. Ik hoor dat jij een plekje hebt. Ja. En het zit achter mijn troon. Zit het? Nee. Ja. Oké, ik dacht, ik ga gelijk dat als eerst proberen. Oh, nu ik zelf klein ben, kan ik ook gewoon makkelijke plekjes zoeken. Alleen wordt het ook voor me veel moeilijker om je te vinden. Ja, dat denk ik wel, want dan denk jij dat je meer plekken hebt, zeg maar. Ja, dat weet je. Dus het is meer plekken om te zoeken, waardoor het moeilijker wordt om je te vinden. Ja, precies. Ja. Maar het voordeel is dat je niet naar boven mag. Dat dus je moet is wel zeker ergens hier beneden zitten. Ja, dat heb je helemaal goed. Dat jij in de troonzaal bent blijven zitten. Klopt dat? Ja, dat mag jij goed gokken, maar dan moet je wel goed gokken. Dus ik heb het ook goed gegokt, of niet? Nee. Dan zit jij hier natuurlijk in die geheime kamer hierachter. Ja, daar zit ik ook al niet. Nee, weet je zeker? Nee. Ben je ontsnapt? Nee. Ik vind het maar verdacht, dit allemaal. Nee, je zit hier inderdaad ik niet. Ik ook inderdaad, maar ja. Waar ben jij, je kleine Robin? Ik zeg het niet. Nee? Nee. Je kan natuurlijk overal zitten. Vind je het nog een beetje leuk, Max? Ja, ik ben leuk aan het zoeken, maar ik vind het wel moeilijk. Oh, hier misschien. Ja. Nee. Snap ik ook wel. Dat had ook wel een lijpe ruimte geweest. Oh, je zit sowieso in deze kamer. Die zijn we nog namelijk geen één keer wezen verstoppen. Maar je kan zoveel plekjes hebben hier om te verstoppen. Welke? Oh, wacht. Misschien heb je... Zou je dit doen? Misschien... Wacht. Auw! Je bent verdacht stil. Ja, ik ben even mijn plek aan het herpositioneren. Je plek aan het herpositioneren? Je bent aan het verplaatsen? Op dezelfde plek, ja. Oh. Ja,
Ja, blijf hier wel lekker zitten, joh. Ben ik al in de buurt geweest? Nee, zeker niet. Ik heb je nog niet gezien. Ik heb nog geen name tag gezien. Niks? Volgens mij niet, nee. Oké, dan weet ik mogelijk waar ik heen moet. Wat dachten we hiervan? Zie je nu mijn name tag? Heel eerlijk. Ja, maar jouw name tag is ook klein, wist je dat? Dus... Ja, maar heel eerlijk, zie je mijn name tag? Weet ik niet, ik moet goed zoeken. Ik denk je liegt. Ik hoor je wel. Je hoort me wel. Kom hier. Nee, ik kan je niet slaan. Ik kan je niet slaan. Ja, ik heb je. Gast, ik zat de hele tijd in de buurt daar. Je zegt, ik moet je zoeken en goed zien, maar ik zat naast je. Ja, maar jouw name tag, ik zal het laten zien bij mij. Die zit hier. Oh. Je draagt hem als broekje. Ja, precies. Nou, weet je, ik heb je best wel snel gevonden, maar je stak ook uit. Ik zag je paarse struitje door het bed heen. Ja. Dus nou, zag jij maar op de troon zitten, dan ga ik me gelijk verstoppen. Nee, dat was de laatste ronde. Nee, ik moet ook nog één keer verstoppen. Nee, dat telt niet. Hoef je wel, één keertje nog. Doei. Oké, jongens, ik probeer via deze trap hier, probeer ik op de kant... Oh, ja, wacht, kan ik hier nu op? Oh my days, ik denk dat ik echt de perfecte plek heb. Ik kan alleen niet echt makkelijk ontsnappen. Volgens mij zit ik zelfs... Nee, ik zit niet vast. Oh, ja, oh my days, ja, dit is ideaal, gast. Ik heb zo'n goede plek. Ik ben er gewoon opgekomen. Wacht, dan moet ik aan de andere kant zien te komen. Nee, ik viel ertussen. Oh mijn god, wacht. Ja, oké, hierop. En dan... Dit is een perfecte plek. Dit is de ideale plek. Oké, we gaan hier staan, jongens. Ik heb een plekje. Je gaat me nooit vinden. Dat tweede... Nee, je gaat me echt nooit vinden. Ja, maar waarom niet dan? Ja, gewoon, dat gok ik. Ja, maar wat is er dan leuk aan? Dat je me nooit gaat vinden. Ja. Ja, gewoon. Ik wens je heel veel succes. Ja, maar dan is het gewoon ook niet leuk, moet ik zeggen. Ja, jawel. Voor mij is het leuk, hè, voor de kijkers. Ja, maar als ik een plekje had die jij niet kon vinden, was het ook niet leuk geweest. Dus waarom is het andersom dan wel leuk? Beetje kijken. Ga dan maar gewoon zoeken. Ja, ik ben al lang bezig, man. Ik heb je al bijna. Ja, leuk. Dit wordt echt onmogelijk, want je bent natuurlijk ook nog eens klein. Besef ik me nu waardoor het zoeken ervan ook nog moeilijker is. Hoezo? Jij bent er toch ook gekomen? Ja, jij kan er ook makkelijk komen. Je kan me ook gewoon zien waarschijnlijk en zo. Alleen, het is echt... omdat je klein bent, is het al een nadeel voor je om het te zoeken. Omdat er dan meer plekken zijn waar ik heen ga. Nou, mogelijk. Ik snap niet helemaal wat je daarmee bedoelt, maar... Wat is er nou zo moeilijk aan? Je moet gewoon luisteren naar wat ik zeg. Ik heb je nog niet gezien. Oké, waarom ben je zo stil? Ja, ik heb je nog niet gezien. Ja. Nee, echt. Ik heb je nog niet gezien. Ik geloof je niet. Nee, echt. Ik beloof het. Ik zou niet durven te liegen in de laatste ronde. Ja, echt wel. Juist wel. Nee. Is de tuin ook beneden? De tuin is ook beneden. Maar omdat... Het is de tuin, weet je wel. Ja, maar het is beneden. Niet dat ik erin zit, maar... Maar ik moet wel zeggen, ik heb je inmiddels wel gezien. Oh ja, oké. Ik heb behoorlijk een gat in geklommen. Je hebt me inmiddels al wel gezien. Al lang geleden? Nou, inmiddels al een klein tijdje terug, ja. Ik heb je niet al, laten we zeggen, bijna een minuut niet meer gezien. Ja, dus op het moment waar ik zei, wat ben je stil? Nee, wel dan korter. Dan heb je, ja, misschien nu inmiddels een minuut al niet meer. Ja, oké dan. Tussen dat je het nu vroeg en dat je toen vroeg, zeg maar. Zit dit hier altijd al? Wat? Dus wanneer zit hier een gat met een klein kamertje met een bed en een brewingstent erin? Oh, dat is waar Bertha de villager heel lang stond. Oh ja, naast Bertha. De grote woonkamer bedoel je? Goeie oude kennis. Waarom kom ik overal bordjes tegen met abonneren op Rick Force? Ik word er helemaal scheidziek van. Ik heb je wel weer gezien. Ja, je hebt me wel weer gezien. Dat is leuk. Zit je hoog of laag? Ik zit nee, dat ben je niet. Ik kijk gewoon nog naar een bordje. Staat er nog een bordje met abonneren op Rick Force? Waar? Ja, zeg ik je niet. Anders weet je waar ik zit. Waar ben je? Ik zie je niet meer. Ik zag je net best wel lang, moet ik zeggen. Ja, leuk. Nee, echt. Ik zag je serieus net best wel lang. Nou, ik zag je weer even. Ja, oké. Dus dan zit je in deze kamer. waar is ik? Waar is ik? Ja, ik krap me nog even goed achter de oren, want... Op tafel? Nou ja, op tafel, ja. Naast stekken aarsjes of drie? Het zijn er drie. Het zijn er vier. Oh, het zijn er vier zelfs. Ja. Ja. mooie boekenkasten daar. Ik haat jou zo. Mooie kist waar je nu op staat. Ja. Ik ga deze keer wel zeggen als je me ziet, hè? Niet weer een stom trucje doen. Ja, nee, dit keer zou ik het echt zeggen. Oké. Maar zit je toch een shift in het hoekje? Ja, ik wil goed de kamer bestuderen.
Ja, vanuit dat hoekje denk ik niet dat je me gaat zien. Nee? Nee. Oh. Misschien dat hoekje. Ik denk vanuit dat hoekje dat wel kan. Helemaal geshift in zo'n lectern zit je. En nu ben je weg. Ja, ik ben een andere kamer in. Dus je kan bewegen. Oh, ja, iets spannend. Beetje. Oeh, bijna sprong je erop. Hou op! Wat irritant zeg, gadver. Ja, het is je gelukt. Ja, het is me zeker gelukt, ja. Ja. Hoi. Ja, maar hoe kom je hier? Zonder te vliegen. Hoi. Hoi. Ja, dat is nog even een klusje. Ja, dat is zeker nog een klusje. Hoe je gaat komen. Ja. Ja, dat is maar één manier. Ja, dat zal wel weer, ja. Ik zie hier al gebruikte apparaten. Nee, ik ben niet via de boekenkast gegaan. Nee, ja, dat zal allemaal wel, maar... Nee, echt. Dat is veel te moeilijk. Er is één hele makkelijke oplossing hoe ik hier ben gekomen. Oh ja. De trap! Ja, maar probeer het maar te halen. Ik heb het echt meerdere keren over moeten doen. Misschien lukt het jou al in één keer, man. Dat gebeurde mij dus ook de hele tijd. Ja, maar dan... Nee! Ga weg! Ik ben eng! Ik ben eng! Ik heb achter mijn haat zitten. Ren maar vast naar je plek, ja. Ben je kwijt? Nou, dat ga je me niet vinden. Ik ben je kwijt. Ja, maar dit is niet eerlijk. Nee! Ik dacht, het werkt als ik blijf zitten. Helaas. Dat heeft niet gewerkt. Zeker niet zelfs. Oh, helaas, helaas. Jongens, helaas. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. En vergeet zeker ook even niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuke video. Gewoon even kijken, even liken en even abonneren. Als je toch bezig bent. En dan nu spreek je later. Klaasje water, top 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo!